Afgelopen weekend was het prachtig weer om er op boet te trekken. En zo had je zich een betere dag kunnen uitzoeken. De leden van de Alfa Romeo Club. Ze vertrokken zondag vanuit Herten voor een natuurtocht. We zijn hier vandaag in Herten bij Autocremers en vandaag vertrekt hier de Alfa Romeo Club met hun jaarlijkse Limburgrit. En zo te zien, het is helemaal druk, dankzij het goeie weer natuurlijk. En ook allemaal de enthousiastelingen. Er zijn allemaal mensen rondlopen. Ze zijn eigenlijk een beetje de auto's nu een bekijken volgens mij. Ja, inderdaad, ze zijn nu een bekijken. Mensen hebben zich misschien een jaar of langer niet gezien. Mensen hebben nu je auto's aangeschaft, gerestaureerd, opgeknapt. En dan werden natuurlijk allemaal sterke verhalen verteld. Er zijn allerlei modellen. Dit moet toch wel echt een lus voor de hoofd zijn voor de Alfa liefhebber. Absoluut, absoluut. Hier lopen hier rijden echt wel een paar exoten bij rond. Waar we nog maar enkele auto's van zien hier in Nederland. Joh. Het zijn niet allemaal oldtimers. Hè? Niet allemaal, maar wel veel. Ja, dit is een Alfa Romeo 2600 Touring Spider. Dit is een carrosserie die geboerd is in Italië door Touring. Carrosserie Touring. Helemaal met de hand gemaakt. Het onderhanger ook carrosserie voor Ferrari geboerd. En eigenlijk is een kenner ziet meteen dat er echt wel overeenkomsten zijn met deze auto. Maar ook met menig Ferrari in elk geval. Prachtige klassieke line. Mooie Nardi stuur erin. Hè. Ja, en een mooie zescilinder in lean. Wat hier als krachtbron voor erin ligt. Ja, ik ben zelf een autoliefhebber, dus wat vind je ervan? Ja, ik vind het fantastisch. Dit is wat een petrolhead nodig heeft op zijn tijd. Hoe verkoop je dan vooral nieuwe auto's hier bij de garage? Maar die aaien die hebben toch nog altijd gehad. Zeker weten. En in ons garage komen heel veel mensen, juist vanwege onze specialisatie, voor de oldtimers. Dus we hebben ze eigenlijk constant hier in de werkplaats staan. De auto is best wel veranderd door de jaren heen, als we zo zijn. Hè? Als ze in exemplaren staan, die zou ze nu niet meer in de showroom tegenkomen. Nee, absoluut. Die komen ze niet meer tegen. Althans, niet in een normale showroom. En sowieso, vanwege de emissiewaarde, kennen ze er überhaupt nog niet meer nu verkocht worden. Nu staan ze nog te kijken, maar wat gaan ze zo doen? Ze gaan dadelijk hier vertrekken, allemaal één voor één. En dan gaan ze een rit door Midden-Limburg maken. En gaan ze door de wegen gaan ze door nog schoner maken met hun mooie bolides. Dat is gezondig. Gaat opvallend veel Alfa Romeo's tegen zit gekomen. Ja, dan zijn we weer dat show geweest, ja.